En goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Judith en ik neem jullie weer een weekje mee, de laatste week van de vakantie. En dat film ik weer allemaal voor jullie. Het is vandaag, is het vrijdag als ik het goed heb. Morgen zaterdag. Ja, vandaag is het vrijdag en het is vandaag de laatste dag dat we hier zijn in Zuid-Frankrijk. En morgen vroeg vertrekken we naar de Ardennen, naar de bergen. En ik weet even niet hoe dat daar heet. Har, weet jij hoe dat heet? La Pleyklas. De wat? La Pleyklas. La Pleyklas? Ja. La Pleyklas of zoiets. We zullen het zien. Daar is het in ieder geval wel een heel stuk koeler of kouder. En hier lopen we nog lekker zomers bij met een korte broekje en een lekker hemdje. Maar ik denk dat we daar de trui wel nodig hebben. Want het is daar een heel stuk, ik denk dat het meer dan 10 graden minder is. Het was volgens mij, voor morgen was het 15 of 14 graden. Dus, en nu is het 26. Dus het is nogal een verschil. Maar we gaan nu nog even naar Lunel toe. Waar we nu eigenlijk, het plaatje waar we nu eigenlijk zitten. En dan gaan we daar nu nog even kijken voor winkeltjes of iets dergelijks. En we moeten nog steeds onze laatste souvenirs halen voor, ja, voor de familie. Dus we moeten toch nog even iets in te vinden. Het is wel niet gemakkelijk omdat hier niet zoveel winkels zijn. Maar anders moeten we het in de bergen doen. En ik denk in de bergen dat er ook niet zoveel winkels zijn. Want het is meer zo'n ski-resort waar we dan aan zitten voor 3 dagen. We zijn in Lunel aangekomen en we zitten nu in een kerkje. En ik weet niet eens of je hard of zacht moet praten. Gewoon. Ja, wat is gewoon? Het is best wel apart in een kerkje. En donker. Als je dat beeld niet hebt dat donker is. Ik vind het heel raar, een kerkje. Ik zal het even laten zien. Hoor je die vogel ook? Zo ziet het straatje in Lunel eruit, met de kleine winkeltjes. Dat je kunt zien. Kijk toch waar we nu toch tegenkomen. Hebben ze, het is trouwens niet echt, hè? Hebben ze op de muur geschilderd. Een meisje is de plantje aan het water gegeven. Daarboven is de man uit het raam aan het kijken. Nou, kijk hoe vet, joh. Hier rechts heb je ook van die bomen. En hieronder is, hier is een, hoe noem je het, een cafeetje of iets. Ja, een cafeetje om te drinken. En dit is dan gewoon een poort, maar die is wel echt. We zijn alweer een tijdje terug van Lunel. En we hebben gegeten, gewoon een bakje sla. En nu gaan we, oh mijn arm op man. En nu gaan we naar de swimmingpool. Sorry, ik voel mij fout. Nee, we gaan zwemmen in ieder geval. Goedemorgen en het is vandaag zaterdag, ik was dat weer bijna vergeten. En wij zijn vertrokken uit het huisje uit Zuid-Frankrijk. En we gaan nu richting de berg. Of ja, we zijn al meer dan een uur onderweg. Al twee uurtjes zijn we al onderweg. En we staan zoals gewoonlijk weer in de file. Voor de derde keer al vandaag. Dus dat is de derde keer of niet? Dat is tolweg. Ja. En dit is voor nu ons uitzicht. Ja, file, wauw, wat een uitzicht. Ja, net zag je wel de bergen. Hier zie je ook wel de bergen. Maar net aan de andere kant zag je toch wel iets meer. En het regent. Vind ik niet zo leuk. We hebben even een tussenstop en ik ga nu heel erg makkelijk, oftewel heel erg moeilijk, ga ik brood snijden. We hebben hier een heel brood bij de Lidl gehaald. En ik wil dat op een goedkope manier doen. Mensen, elke keer uit een afwak. Het is echt... Oké, here we go. Niet in plastic snijden? Nee, ik probeer het. Ja, het is me gelukt. Wel niet zo'n hele dikke plak, maar het is me wel gelukt. Wij zijn aangekomen op de plaats van bestemming. Zoals je eigenlijk denk ik aan de achtergrond wel al kunt zien. We hebben de auto hier geparkeerd staan. Daar aan die kant. En dit is ons uitzicht. Het is wel echt serieus 18 graden frisser of koeler dan in Zuid-Frankrijk. Maar kijk nou toch. Dat uitzicht. Dat is toch prachtig. Hier hou ik van. En wij hebben appartement 605. En dat is dat appartement. En dan gaan we nu naar boven lopen. En dan laat ik het appartement even zien. Ik heb trouwens inmiddels wel al een lange trui met lange mouwen aangetrokken. Want een t-shirt is hier echt niet te halen. Want het is veel te koud. Het is hier echt maar 5 graden. Dan ga ik hier de deur binnen. En dan hier heb je allemaal appartementjes. Hier is een appartement, hier is een appartement, daar is een appartement. En dit is ons appartement 605. En dan ga ik nu naar binnen. Dan kom ik binnen aan. Deur dicht. Zo ziet het eruit als je binnenkomt. Hier heb je een trap naar boven. Hier heb je een kast. En daar zit in een kast. Een kast en een kast. En hier zitten een bezem en... ja, een bezem. En dan heb je hier de woongedeelte. Met hier een kast. Met waar je kleding kunt ophangen. Maar wij gaan geen kleding ophangen. Hier heb je een bankje. Hier heb je een eettafel. Terwijl een klein zithoekje. Televisietje. Een prachtig uitzicht. Echt... ja, hier ligt ons mijn bikini te drogen, omdat hij nog nat was. Maar dit is ons uitzicht. En het is echt... oh. Het is echt... wauw. Dus vanuit deze raam. Dit raam. En hier hebben we tuinstoeltjes. Maar ja, we gaan toch niet buiten zitten, want het is veel te koud. En hier heb je de bergen. En dan heb je hier de keuken. Met wel een vaatwasser. En hier koelkast en alles. Ja, keuken verwijst zichzelf aan. Dan gaan we nu naar boven toe. En hierboven heb je een twee stapelbedden. Of 1 stapelbed voor 2 mensen. Kastje. Er staat een tas, want wij pakken niks uit. Dit is de eerste kamer, dit is een soort van gangetje zo. En dan heb je daar een deur, daar een deur en daar een deur. Hier aan de deur is de slaapkamer. Zoals je ziet een tas. Het bed. Echt nog steeds het prachtige uitzicht. Echt wauw. Dit vind ik echt mooi. Dan vind ik het niet zo erg dat het koud is. Nou ja, ik vind het eigenlijk wel erg. Ik had liever gehad dat het 20 graden was, maar oké. Ik heb het ook niet voor te zeggen. Hier de eerste deur, dat is de wc. Voilà. Ja, dat maakt ook niet zoveel uit. Dan heb je hier de laatste deur. En dat is de badkamer. Wasbakje met een bad. En een douche in bad met elkaar. Douche en bad. En het is nu, denk ik, het was nu 4, 5 uur. 5 uur. Voor dit gaan we toch wel eten. En dan gaan we misschien nog even omgeving kijken. En bij de receptie. En zij hebben trouwens ook een binnenzwembad. Het is alleen jammer dat wij geen wifi in ons huisje hebben. Vind ik wel jammer eigenlijk. Wat hoe heet dat? Potje tafeltennissen? Wij gaan even een potje tafeltennissen. Als het zo heet. Volgens mij is het helemaal geen tafeltennis. Volgens mij is dat pingpong. Dat is tafeltennis. Dit hè? Pingpong is een... Oké, we gaan in ieder geval proberen. Ja. Niet dat. Ja, nou was je goed. Nee, als ik de camera weer aanzet, krijg ik er niks meer op. En zo ziet het dorpje er hier beneden uit. Van waar we al een paar keer verkeerd waren gereden. Een klein dorpje. Nu schijnt eindelijk de zon en kijk hoe het eruit ziet. Het is toch prachtig. Alleen in de sneeuw kun je dat net niet zien, denk ik. Nee. Bergen en de sneeuw. Zo. Oh, sorry. Kijk hoe mooi. Het is toch prachtig. In het echt ziet het beter als op de camera. Het is toch gewoon mooi, man. Een goeiemorgen. Het is vandaag zondag, als ik het goed heb. Even de kachel aanzetten. En dan ga jullie serieus even het uitzicht laten zien in de ochtend hier. Ik heb wel de lamp aanstaan. Ik was gisteravond trouwens vergeten het af te sluiten. Maar laat ik het. Oh, overbelicht. Oké. Let's go. Oh, hoe gaat dat ding open? Kijk dan toch, joh. Dat uitzicht. Je ziet bijna geen bergen meer. Want ze zitten allemaal verstopt onder de wolken. Of achter de wolken. Voor de wolken. Iets in dit rand. Wauw. Maar het is best wel koud. Nog steeds. Het is nog steeds geen 26 graden. Net zoals in Zuid-Frankrijk. Maar goed, we kunnen wel vast wennen aan de temperatuur in Nederland, want daar is het ook koud. Het is echt mooi. Ik heb de hele tijd het lied I Wanna Be a Snowman in mijn hoofd. Gewoon om, als ik die bergen zie, en ginds achter in de bergen was gisteravond te zien. Daar lag sneeuw op en dan kom ik denk ik meteen aan het vrolijke liedje I Wanna Be a Snowman. Oké, we hebben een heel stuk gereden en kijk waar we uitkomen. Ik weet niet of je dat kunt zien überhaupt. Wauw, maar naast is het ook fantastisch. Het is wel mistig, omdat we boven de wolken zitten. Ik moet eigenlijk even een beter plekje hebben om dat te filmen. We zijn weer terug en ik ga nu de zwemtas inpakken en dan gaan we nog even zwemmen. En vanmorgenavond gaan we even kijken voor een hotelletje, want anders dan komen we morgenavond pas na 10 uur terug. En hij wil het liefst niet echt in het donker rijden, omdat we anders ook niks meer kunnen zien. Dus dan gaan we kijken voor morgen in België of in Luxemburg een hotelletje te vinden. Oké, ik heb eigenlijk helemaal niet meer gefilmd, maar in het zwembad waren andere mensen, dus dan ga ik niet filmen. En daarna zijn wij gaan zitten waar de wifi hadden, want alleen bij de receptie hebben ze wifi. Dus daar zijn we gaan zitten en we zijn even naar een hotelletje bezig boeken. Want anders dan moeten we morgen, komen we pas ergens midden in de nacht aan, ook als we file hebben. En dat is dus niet zo handig. Dus we hebben even een hotelletje geboekt en het is nu al 20:30. En ik ga nu nog eventjes wat koken. Ik ga nu nog een paar pannenkoeken maken, omdat we toch nog een beetje honger hebben. Dus dit zijn gewoon hele makkelijke pannenkoeken. Eierpannenkoeken en hoef je alleen maar water aan toe te voegen. Dat is best wel ideaal als je dan op vakantie bent. En ik ga het hiermee proberen. Ik ga maar pannenkoeken gooien. Net op de top. Nu op. Hé, hey, kan goed hè? Oh, dat is 3 dubbel salt. Dan mag ik dat even. Ja? 1, 2, 3. Nu lacht hij op de grond. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Kan dat kloppen? Dus ja. Vandaag is mijn maandag, ja. En we hebben onze afscheidscomité ook al bij ons. Paardjes. Die stonden hier vanmorgen langs, hier langs het raam. Kijk dan. Het afscheidscomité komt al. Oké, we zijn weer bepakt en bezakt. Zoals je hierachter kunt zien. En achter in de kofferbak ook nog. En we gaan nu weer het stadje uit. Of het dorpje is het eigenlijk. En we gaan weer richting Nederland. Eerst nog eens tussenstop in Frankrijk, in Metz. En daarna gaan we naar Nederland toe. Dat is morgen dus. Maar we moeten nu nog 5 uur rijden. 5 uur. En goedemorgen. Het is vandaag... Welke dag is vandaag? Dinsdag. Dinsdag. En wij hebben in dit hotelletje geslapen. Ik weet niet de naam niet meer van dat hotelletje. Van die vorige heb ik nog steeds niet gezegd trouwens. Le Première Classe. Het hotel is Le Première Classe of zoiets. Die van in de Alpen heb ik trouwens ook nog niet gezegd welk hotel dat was. Maar anders had ik dat wel hieronder even neer in de beschrijving. Of hier in de video zelf. We gaan nu even naar het shoppingcentrum hier in Metz. Omdat we namelijk nog steeds geen souvenirs hebben voor mijn familie. En wij kunnen natuurlijk niet naar huis gaan zonder souvenirs. Dus ik moet wel even een paar souvenirtjes hebben. We zijn nu in een hele grote hal aangekomen. En daar kun je alleen maar in elk stukje kun je bijvoorbeeld worst kopen. Hier ligt allemaal vis uitgestald. Verschillende soorten vissen kun je hier kopen. Of kazen, of noten, of groenten. Of... Kijk, er ligt hier gewoon een hele vis, man. Gewoon serieus, een hele dikke vette vis ligt hier. Iemand die niet van vis houdt, moet dit even skippen. Zo, hé joh. Kijk hier dan. En hier heb je gewoon broodjes. En croissantjes. En hier kun je gewoon lekker zitten. En hier heb je dus fruit. En elk stukje van aan de zijkanten heb je wel iets. En dan kun je iets kopen. We zijn bij de auto en we gaan nu naar huis toe. We hebben in ieder geval ook voor mijn broertje daarin voor mijn broertje en iets voor op YouTube een leuk dingetje hebben gevonden. En we hebben ook broodjes gehaald en ik moet nu nog in de auto zien te geraken. Oké, wat ga ik daar doen? Die beste. Hoppa. Ik denk daar neerzetten. Dat ik wel afflikken denk ik. Ik zei het. Nou, we zitten eigenlijk in de auto. We gaan richting Huismaars. We're going to the Netherlands. Ja, we zijn eindelijk weer thuis. Zoals je kunt zien hebben we de auto in ieder geval al deels leeggeladen. En ik hoop wel dat er trouwens iemand is hier. En we gaan nu eventjes naar de kleine katjes kijken, want ik ben daar heel erg benieuwd naar. En Tijgertje heb ik nog steeds niet gezien. Dus ik hoop dat Tijgertje er ook hier is, want anders ben ik een beetje verdrietig. Dus laten we eens kijken wie er allemaal binnen is. Wij zijn binnen en de eerste die thuis is Colinnetje. Ja, dat klopt. En we zijn ook al even bij de katjes geweest. Bij de bierpoes, ik kan het niet zo, moet dat zo filmen. Het is heel apart om dat nu zo te zien als je het eerst via een foto ziet. En dan liggen ze dan in het echt. De kleintjes.